Je kunt natuurlijk je video's met allerlei onhandige scènes aan iedereen zonder meer laten zien, maar je zou er ook voor kunnen zorgen dat je je filmpjes eerst bewerkt. Dat kan bijvoorbeeld met het gratis Avidemax. In twee how-to's hebben we gezien hoe je hiermee kunt werken. In de laatste how-to kijken we onder andere naar instellingen. Het project dat in de vorige how-to's is gebruikt is geopend. Bovenin vind je een knop filters. De filters die je hebt aangegeven worden pas actief, als je deze knop inschakelt. Via de filters kun je ook ondertiteling toevoegen. Zo open je het bestand. Je kunt bijvoorbeeld een SAT-bestand gebruiken. Dat wordt automatisch geconverteerd. Dat zien we zo. Daarna kun je nog een aantal opties aangeven. Bijvoorbeeld de grootte van het lettertype en de positie van de ondertiteling. Als je de preview bekijkt, zie je dat de ondertiteling is toegevoegd. Als je meer audiosporen wilt gebruiken, gebruik je Audio Select Track. Je ziet hier dat er één audiospoor is ingeschakeld. Als je een ander audiospoor wilt gebruiken, selecteer je een tweede spoor. En je kiest via deze pijl Add Audio Track. Vervolgens kies je het audiobestand dat je wilt toevoegen. En deselecteer je het oorspronkelijke audiospoor. Je kunt in FIDIMAX maar één audiospoor tegelijk gebruiken. Dat is wel een nadeel. Als je toch verschillende audiosporen wilt gebruiken, zul je in delen moeten werken en de videofragmenten later samenvoegen. Je kunt ook de pijltjes toetsen op je toetsenbord gebruiken om door de film te scrollen. Via Edits kun je dus naar de voorkeuren. Waarbij je bijvoorbeeld in de tab User Interface de werking van de pijltjestoetsen omgekeerd kan laten werken. En in het tabblad Output ervoor kiezen standaard op te slaan en te openen in de laatst gekozen map. Hier kies je het output format, bijvoorbeeld MP4. En tot slot, je schrijft de film weg via file save of via de knop Save. Je ziet dat onderin mp4 is geselecteerd. Het wegschrijven kan uiteraard enige tijd in beslag nemen. Tot zover deze how-to's over Avidimax.